Hallo kijkers van deze jullie welkom bij een nieuwe aflevering van Londen. Ik had aflevering 22. We zijn er weer na een kleine week stoppen naar Scammers met Bums. Gaan wij weer de server in en het is pas 1 april geweest. Ze hebben ons allemaal goed neergehaald, want we konden dit niet meer. Bezoekers en VIPs konden niet springen. Wij konden wel gewoon vliegen. Maar, wat wij gaan doen in deze aflevering is paaseitjes zoeken. Zondag is het Pasen, dat was gisteren voor jullie. Maar in de server worden paaseitjes verstopt. En als je ze vindt, kan je coins verdienen. Dus ik denk dat wij ze maar eens gaan zoeken. Ik heb er nog geen enkel gevonden. Ik ben ook net pas vandaag de server, want het is vakantie. Ik ben benieuwd. We gaan paaseitjes zoeken. Wie hebben we hier? Trouwens, de colors zijn terug, dames en heren. Je ziet, VIPs hebben blauw, crew heeft groen, bezoekers hebben wit en admins hebben roze, of ja, paars, zeg maar. Ik dacht het alleen, ja, het is terug. Sinds korte tijd is het terug. En dan moeten we de Deja Vu NL Robbertje voor bedanken. Is hier, ja, Deja Vu NL. Paaseitjes zoeken. Maar ik kan niet vragen van, weet iemand waar een ei zit, want het gaat natuurlijk, wie er de meeste heeft, krijgt iets. Dus ze gaan mij natuurlijk niks zeggen. En ik wil even vragen, zijn de eitjes top? Hallo Nick, misschien weet Nick dat. Nick, weet je dat? Zijn ze al verstopt? Zijn ze al verstopt? Weet je misschien dat? Weet je dat Nick? Zijn ze al verstopt? Zijn ze al verstopt? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, ja, sorry. Oké. Oei, ja, ben ik niet verstopt. Nou, ik ga zoeken. Ik ga zoeken voor... Ja, ik ga zoeken voor rol. Het is niet kracht. Misschien weten mensen dat ik nu opneem. Lid. Eitjes. Zoeken eitjes. Zoeken eitjes. Als ze al verstopt zijn, de mensen. Ik ben eerlijk gezegd benieuwd als ze eigenlijk al inderdaad verstopt zijn. Mag er iets open? San, wat wil je? Dan doen we dat even natuurlijk. We doen dat wel. Als hij dat wil, dan ga ik even een warp klaar houden en kijken wat hij zegt. Tenzij ik niet ga zeggen, dat is automatische attractie. Oké, dat wordt een Ratatouille. We gaan een Ratatouille even open doen. Ik ga opnemen. Oké. Nee, dat mag niet. Oh, dit is de medewerkers even open, heel schattige. Ratatouille is geopend. Kijk, dit is inmiddels ook een paaspakje aan. Ik doe nog een keertje broodjes voor Ratatouille. Ik zal even zeggen AUB. En wie was het weer? Het was deze. Is hij daar? Ja, hij is er. Wie hebben we nog? Webmake en Game to Max. Hallo Mick. Hallo Game to the Max. Game to Max of is het? Nee, Game to the Max. Oké, Game to the Max, Webmake en andere people die ik niet herken. Beroep doet er ook, moet even bij je kaartje laten komen, want het wordt redelijk druk. Hallo Beroemtoeter. En Just Look, daar komen kaartjes. Kaartjes, komt er nog iemand? Zwarte Puma. De kaartjes komen door. Het gaat lekker. Wow, we hebben de 27.000 bezoekers gehaald. Dat zie ik nu pas. Oh, wie is de 27.000ste? Wie is dat? Ik wil het weten wie dat is. Nee, was het geen nieuwtje prank. Och, dan moet ik nog een kaartje laten komen. Welkom back, Leroy Mines. Er komen nog mensen. Het is lekker druk. Ja, oké, daar gaan ze weg, maar de kaartjes zijn er al, oké. Na deze gaan we weg, dan gaan we weer uitzoeken. Zit. Oké, die gaat weg. Nou, dat is jammer dat de toei gaat starten en nee. Want de toei sluiten. En terug naar waar we net waren. En dat was bij Warp Play, naar waar.
zoeken naar eitjes. Ik heb gewoon Leroy. Zijn de eitjes overgestopt? Ik wil het gewoon weten dat ze helemaal gestopt zijn. Normaal denk ik dat ze wel gestopt zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat ze wel gestopt zijn. Ik denk dat ze wel gestopt zijn. Nog niet. Oh, ik was al aan het zoeken. Ik was al aan het zoeken. Jammer dit. Ja, we gaan het dus niet op video krijgen dat we eitjes gaan zoeken. Jammer. Kunnen we weer springen? Ja, we kunnen weer springen. Het was een april grap. Ik vond hem echt goed. Ik vond hem echt goed. Ik weet niet, als er iemand van de crew zo kijkt, ik vond hem echt eerder gezegd en super goed. Super goed vond ik het. Ah ja, achievement. Ik heb een skyrocket. Dat is wel dadelijk. We moeten nog 3 achievements. En ze zeggen dat 1 van die 3 zonder hulp deze dus verdwenen Mickey niet te halen valt. En het is Sanne, Pluto's Disney. Speeder jump, maar waar is dat? Ondeugend. Muisje weer spullenbank. Ik weet allemaal niet wat zit. Ik weet het eigenlijk allemaal niet. Daar, ja, we gaan even langs. Wat kunnen we nog? Wat is nog nieuw? Ik moet eens even naar. Oh nee, ik weet nog iets wat nieuw is. Waarop niet HB, maar AUB. De hub is vernieuwd. Maar dan heb ik het niet over de dingen zitten, maar de staatsbordjes. Kijk eens aan, dames en heren, laat me wel lekker traag. Maar ik zie het nu pas. De staats, ik zag het al, het is al een tijdje. Je ziet in alles de hele staats veranderd. Wonderworld is een onderhoud, we kunnen even naartoe gaan. Hier was het vroeger de ingang, en nu is hij daar. Heel dat stationsgebouw is helemaal aan het veranderen. Ik heb er de laatste tijd niemand aan zien werken. Ik weet niet waar ze nu bezig zijn, want de Wonderworld wordt gemaakt, wordt geremaked. De Toy Story wordt afgebouwd. De studios worden gemaakt. Misschien is er weer een... Is er nog wel een vibe? Nee. De studios worden gebouwd. Wacht, ik ga het opzommen, hè. Eerste punt is de Toy Story. Het tweede punt is de Wonderworld. Derde punt is het areaal. Het vierde punt zijn de studios. Het vijfde punt wordt de nieuwe Web Creative. Is er nog iets in aanbouw? Voorlopig weet ik het niet. Zes dingen waar ze dus, of vijf dingen waar ze dus moeten rekening mee houden. En ja, ik ben benieuwd wanneer de studios open gaan, dat sowieso. Dat is al één ding. Misschien kunnen we even naar de warp. Waarom? Want we kunnen niet. Warp, wie staat hier? Leroy Mainsbergen. Hallo Mainsbergen. U komt weer een video. Staat u weer op het beeld. In je beeldje, op je beeldje aan plakken wij. Hij woont er, hij heeft... Oh, schattig is kut. Ja, wij zijn broers. Wij zijn broers, kijk. Wij zijn broers. Ja, ongeveer. Mijnsberg staat hier met zijn groene pakje. Schattig. Ik vind echt iedereen, de meeste mensen hebben zo'n pakje aan. Ik vind het echt geweldig. Ik vind ze allemaal even mooi. Die van Leroy natuurlijk, ja, ook. Super schattig. De hele crew heeft van die pakjes aan. Zodat ik weet, ik zie die achtergrondgeluiden, maar... Ze zijn hier langs mij op de PS3 spelen en het is een beetje... Nah. Oké, Leroy, jou zie ik nog wel. Doei Leroy. Dag Wouter. Ik kom jou nog wel een keer tegen. En wie hebben we nog? Dat is Mickey Mouse. Laatst heb je Mickey... Huh? Serieus? Laatst heb je Mickey... Oh, wat? Oké, mijn spraak gaat naartoe. Ik ga hem niet volgen. Nou ja, we gaan eens eventjes naar... ja. Even eens kijken, ik ben zo terug. Oh. Oké. Wat is nog nieuw wat ik weet? Voorlopig niks, denk ik. Nee, ik weet eigenlijk niks meer wat nieuw is. Nee, ik heb er geen idee van wat nieuw is. Ik had normaal gezegd beloofd om vandaag met een persoon op te nemen. En dat was een gast. En ja, het is wat krap aangezien ik vanavond een livestream heb op een ander kanaal. Waar ik me op... Zeer gewone gamers, jullie kennen de preview van de challenges wel. Daar ben ik. Daar hebben we vanavond een stream op. Heb ik dus niet echt alle tijd van de wereld. En ik moet ook nog morgen. Ik moet nog van alles doen. Ik moet morgen. Ik moet voor morgen ook. Voor gisteren. Dus dan zeg maar een rollercoaster moet ook nog gemaakt worden. Het is allemaal druk. Ik weet niet of er gisteren zelfs rollercoaster online is gekomen. Of als er iets anders in de plaats is gekomen. I don't know.
Het zou goed kunnen dat het gewoon dat er iets anders in de plaats komt. Ik denk het wel. Er gaat iets anders in de plaats komen morgen. Er is iets anders in de plaats komen gisteren. Gisteren is de ding in de plaats komen. Ik moet het nog opnemen, maar dat komt in de plaats. Een kleine preview van wat er is veranderd in de Whip Survival van nadat ik ben gestopt met opnemen. En ik denk dat ik de video gaan afronden in de Schumacher. Hallo. Oké, dit is iets te druk, dus we gaan ergens anders afronden. Op het lange stokje van de Donnerbaan. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken. Ik wens jullie nog een behoorlijke Pasen, maar dat is gisteren geweest. Omdat ik het gisteren in de video wel gezegd heb, hoop ik. Anders weet ik niet. Ik ben volgende week terug met een nieuwe video. Ik ben morgen... Weet ik niet, wat is morgen? I don't know. Ik ben terug met nieuwe video's. We gaan terug erin vliegen. We gaan naar de 140 abonnees. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken. En tot de volgende video.